Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga de December reading doen voor de steenbok. En ik wil beginnen met een Osho Zen tarotkaart. December voor de steenbok. Wat is er voor de steenbok? Wat ga je meemaken? Wat mag je weten voor de maand december? En tijd is vloeibaar. Niet elke steenbok maakt hetzelfde mee op hetzelfde moment. We zitten allemaal op een andere tijdslijn. Kijk eens. Deze moet het zijn. Absoluut. Isolation. Oké. Misschien ben je wel 72. Hoeft niet. Isolation. Ik ben heel erg benieuwd. Kijk eens, hij valt zo open op het boekje. Hoe is het mogelijk? Het boekje valt al bijna uit elkaar. Meteen. Isolatie. In onze maatschappij hebben vooral mannen geleerd niet te huilen, zich sterk te houden als ze gekwetst worden en niet te laten zien dat het pijn doet. Maar vrouwen kunnen ook in deze val lopen. En we hebben allemaal wel eens het gevoel gehad dat de enige manier om te overleven was onze gevoelens en emoties af te sluiten, om niet opnieuw gekwetst te worden. Als de pijn heel diep gaat, kunnen we zelfs proberen deze voor onszelf te verbergen. Daardoor kunnen we bevroren, star worden, want diep van binnen weten we dat de pijn door een klein scheurtje in het ijs vrij kan komen en weer door ons systeem kan gaan circuleren. De regenboogkleurige tranen op het gezicht van deze persoon bieden de sleutel om uit deze isolatie te breken. Tranen, uitsluitend tranen, hebben de kracht om ijs te smelten. Huilen is oké, en je hoeft je niet voor je tranen te schamen. Huilen helpt om pijn los te laten, stelt ons in staat zachtzinnig met onszelf om te gaan en bevordert uiteindelijk de genezing. We zijn zo ongelukkig omdat we te veel in het zelf zitten. Wat betekent het als ik zeg dat we te veel in het zelf zitten? En wat gebeurt er precies als we te veel in het zelf zitten? Je kunt of in het bestaan zijn, of in het zelf zijn. Allebei tegelijk kan niet. Als je in het zelf zit, betekent dit dat je je afzondert, dat je afgescheiden bent. Als je in het zelf zit, betekent dit dat je een eiland geworden bent. Als je in het zelf zit, betekent dit dat je een grens om je heen hebt getrokken. Als je in het zelf zit, betekent dit dat je onderscheid maakt tussen dit ben ik en dat ben ik niet. De definitie, de grens tussen ik en niet ik, is het zelf. Het zelf isoleert. En het doet je bevriezen, je stroomt niet meer. Als je stroomt, kan het zelf niet bestaan. Daarom zijn de mensen net als ijsblokjes geworden. Ze hebben geen warmte, ze hebben geen liefde. Liefde is warmte en ze zijn bang voor liefde. Als hen warmte overkomt, gaan ze smelten en verdwijnen de grenzen. In liefde verdwijnen de grenzen, in vreugde verdwijnen de grenzen ook. Want vreugde is niet koud. Wauw, ik vind hem wel heel erg mooi. Ik laat je de kaart nog een keer zien, zodat je kunt zien hoe dat gezichtje eruit ziet, hè? De tranen. De tranen die het ijs laten smelten. Het is wel heel erg mooi. Ja, ik word daar wel ontroerd door, moet ik zeggen. Ik ga gauw kijken. Steenbok. En het is niet toevallig, hè, dat ik dat nu ook, wat ik hier zie, steen. Als je van steen bent, ben je ook niet warm. En dan kun je ook niet smelten. Een steenbok en ijs, steen en ijs. Het zijn twee woorden die me opvallen. En dan ook nog in de maand december. Koud, steen, ijs. Wat zeggen de tea leaves? Durf je jezelf te laten smelten, steenbok, in de maand december? Ja.
Het klinkt wat verhard. We gaan kijken. Deze, nee, hij wil niet. Als hij nog moet komen, dan komt hij. Ik wil nog twee kaarten voor de steenbok. Kijk eens, er klapt er eentje om. Oeh, spirituele liefde. Nee, hij wil niet. Die wel. Dit is het. Ik ga meteen kijken. Er is iets hier met werk. Er is een leeg bureau. Het kan zijn dat je met een nieuwe baan begint 1 januari. Of dat je alles leeg maakt in de maand december. Omdat je op 1 januari met een schone lei wil beginnen. We gaan kijken wat het betekent. Hé, steenbok, er gaat een wens niet in vervulling. Ik wil eerst kijken wat de andere kaarten zeggen. Er is spirituele liefde. Dit heeft vooral te maken met jouzelf. Je gaat jezelf... je gaat jezelf op een andere manier zien. En dat komt omdat anderen je daarop wijzen. Dat is wat ik doorkrijg. Er komt een man in je energie. Of die zit misschien al in je energie... Kan iemand zijn die heel veel invloed op je heeft. Kan ook een spiritueel leraar zijn. Misschien ben jij zelf die man. Die harde man. Die wil ontharden. Er is hier iets met van hard naar zacht. Van hard naar zacht. Het heeft ook te maken met leren ontspannen. Niet te strak staan afgesteld. Om de boel maar... onder controle te willen houden. Er is iets waar je naar verlangt, maar dat gaat niet gebeuren. En ik denk dat dat is om je te beschermen. Ik weet niet wat jouw wens is hier. Someone is extremely stubborn. Ha! Dit heeft te maken met die hardheid. En koppig zijn wil niet zeggen dat je hard bent. Maar die koppigheid heeft wel te maken met ook... In het ijs voel je je veiliger... Omdat je niet wil, wat ik net al voorlas uit de Osho Zen Tarot. Als er een scheurtje in dat ijs komt, dan kan het wel eens zijn dat de hele boel ontploft naar een gekwetst moment. En dat wil je niet laten zien. Er is hier een koppig persoon waar je mee te maken hebt. Iemand die ook niet wil veranderen. Ben jij het zelf? Of heb je te maken in je werk met iemand of in de liefde met iemand die er hard in zit? Iemand die hard in de wedstrijd zit. Iemand waar je last van hebt. Maar het kan ook jezelf zijn. Het kan zijn dat jij wordt gezien als koppig en hard omdat je niet mee wil bewegen. Het is ongelooflijk. En dan kun je nog zoveel wensen hebben dat de ander verandert. Maar als jij zelf niet meebeweegt... En toch durft te huilen en het ijs wilt laten smelten, dan kom je niet tot elkaar. Het is ongelooflijk mooi wat hier ligt. Ja, je voelt van alles. Je voelt van alles, maar je weet niet hoe het anders moet. Laat je masker vallen. Laat maar zien dat je er pijn van hebt. Dat is wat ik hoor. Kijk eens. Er gaat een wens niet in vervulling. En die wens heeft te maken met dat je wil dat je omgeving je omgeving zich aanpast aan jou. Zoiets. Zoiets. Kijk wat resoneert. Er is hier iemand zo koppig. Koppig. Voor mij is dit... Voor mij is dat ijs... Het heeft te maken met hard zijn, met koppig zijn, niet willen buigen. Ik wil er nog eentje. Je verlangen gaat... Kijk eens. Dit is een hele harde kaart. Dit heeft te maken met die koppige persoon. Kijk wat resoneert. Het kan ook een vice versa verhaal zijn. Iemand die koppig in de wedstrijd blijft zitten. Het kan zijn dat iemand jou op een lager pitje gaat zetten in het contact. Of dat jij iemand
op een lager pitje gaat zetten. Blokkeren hoeft niet, maar het kan zijn dat er hier steenbokken zijn die wel iemand willen blokkeren, omdat er iemand koppig blijft doen en niet verandert. Deze persoon hoeft niet dezelfde persoon te zijn als degene die hard is. Maar ik vind het zo ongelofelijk. Het kan zijn dat er hier een steenbok is die zelf hard in de wedstrijd zit, zichzelf niet kwetsbaar wil opstellen en dat je te maken hebt met een ander persoon die ook zo in de wedstrijd zit. Het kan elkaar aantrekken, waardoor er nooit iets tot elkaar komt, wat ik net al zei. Maar er komt hier in ieder geval een contact wat op een lager pitje komt of wat helemaal uit je leven verdwijnt, omdat jij besluit ergens afstand van te nemen. Je wil het niet meer, je doet het niet meer. Het kan zijn dat er hier iemand is die een baan opzegt, dat je te maken hebt met een lompe collega of een ijzige collega of een harde collega, terwijl je zelf ook best hard in de wedstrijd zit. Er is hier een steenbok die te maken heeft met iemand die niet, hoe zal ik het zeggen, die niet over de brug komt zoals jij het wil. Kijk nou eens, afwijzing is God's protection. Ik zei het net al in andere woorden, kennelijk moet het niet zo zijn. Je wordt ergens voor gespaard, je hebt een wens en die gaat niet in vervulling, maar je wordt ergens voor gespaard, je bespaart, je wordt ergens voor bespaard. Het voelt namelijk als een afwijzing, je krijgt niet wat je zo graag zou willen, je verlangen wordt niet vervuld. Het komt op een ander moment in een andere vorm. Misschien vraag je te veel van jezelf of van de ander. Het is ongelofelijk. Oeh, je mag wel op je geld letten. Ja, je mag op je geld letten. Ik moet hem eigenlijk zo doen, dat je niet in de rode cijfers terechtkomt. Kan ook te maken hebben met die baan. Een steenbok waarvan het contract niet wordt verlengd. Een jaarcontract of dat het contract wordt opgezegd. Er is hier een leeg bureau en dat lege bureau wil niet zeggen dat iemand uit het kantoor moet. Hè? Ik hoor weg, weg. Het kan ook zijn dat je zelf weggaat en dat je iets nieuws zoekt, iets wat beter bij je past. Er gaat een wens niet in vervulling en in deze legging, steenbok voor december, vind ik het geen negatieve kaart. Absoluut niet. En misschien dat je denkt, nou, dat is lekker. Nee, het heeft te maken met iets waarvoor je bespaard blijft. Het kan zijn dat jij iets wilt wat niet bij je past. Je hebt een wens die je wilt, maar die niet bij je past of die niet goed is voor je. Je wordt bespaard. Absoluut. Je wordt bespaard voor iets. Wie is deze man in je energie? Is dat degene die zo koppig is en niet gaat veranderen? Neem er afstand van. Het is ongelooflijk. Aan de grond. Aan de grond. Ik voel echt een steenbok die aan het stoeien is. Ja, je weet zelf ook dat je ergens mag smelten. Maar je wil toch niet dat barstje in het ijs komt. Je wil het niet. En dat kan ook te maken hebben met dat je het niet wil bij één persoon. Bij die ene persoon. Dat je niet wil laten zien. Hey, je wil je per se niet kwetsbaar opstellen. En daar heb je redenen voor. Ik ben heel erg benieuwd. Wat zegt de magische wegwijzer? Aan de grond. Overgave en acceptatie zijn de sleutels naar vrijheid. Je houdt jezelf opgesloten. Absoluut. Ja. Hoe moeilijk het ook is om te accepteren, het lijkt alsof je op een punt bent gekomen dat je niet verder kunt gaan op de manier waarop je je dingen hebt gedaan. Ja, steenbok. Het is ongelooflijk dat de kaarten weer zo duidelijk zijn en allemaal op elkaar aansluiten. Het lege bureau, het geldverlies, maar dat vind ik niet het interessante. Het gaat er hier om
dat je te maken hebt met iemand die koppig is en niet verandert. En ik vraag me toch echt af of je niet naar jezelf kijkt als je hier naar kijkt. Ah, misschien ben je spreekwoordelijk tegen een muur gelopen. Of heb je het gevoel dat je helemaal verdwaald bent en weet je niet welke kant je op moet. Je mag de dingen helemaal anders gaan doen om verder te kunnen. Je mag een nieuwe richting opgaan en een nieuwe strategie bepalen. De enige manier om hieruit te komen is overgave. Accepteer de dingen zoals ze zijn en geef toe dat je geen idee hebt wat je nu moet doen. Misschien is het inderdaad verstandig om deze persoon eens werkelijk in de spiegel aan te kijken. Of als het iemand is waarmee je te maken hebt, die koppige persoon is, zie dan dat het goed is om afstand te nemen. Ik heb het gevoel dat je de koppigheid als het gaat om een ander, dat je op een of andere manier gedwongen wordt om deze persoon, om dat contact weg te doen. Je wordt ergens voor bespaard. Je hebt last van deze persoon. Misschien zijn te veel ijzige mensen om je heen maakt dat je zelf ook niet dat barstje in dat ijs wil creëren. De steenbok, voor wie dat bedoeld is, die weet wat ik hiermee zeg. Als iedereen dan zo blijft, waarom zou ik dan me kwetsbaar opstellen? Ah, even kijken. De kaart aan de grond is een teken dat er een wonder gaat gebeuren. Maar alleen als je loslaat. En dat loslaten heeft hier te maken met iemand anders in jouw energie. Je mag iemand opzij zetten. En daar bedoel ik dus niet mee meteen keihard iemand blokken, maar het kan wel. Het kan zijn dat er hier een steenbok is die denkt, ja, ik ben er klaar mee, ik doe het nu niet meer. Kijk mijn hand, het is toevallig dat ik zo, het is deze foto, tot hier en niet verder. Iemand die jou eigenlijk van de regen in de drup brengt, waardoor je zelf in je eigen groei niet verder komt. Maar je mag nooit een ander de schuld geven van jouw progressie of niet-progressie. Kijk waar je zelf staat. Ik weet niet of er hier een steenbok is die zelf in de gaten heeft hoe hard of ijzig je voor jezelf bent. Probeer dat ijs te laten smelten. Probeer het. En je zult zien dat de omgeving om je heen meebeweegt. Het heeft ook te maken met spirituele groei, bewustwording. Wie ben ik? Wat doe ik? Waarom krijg ik wat ik kreeg? Waarom verandert er niks? Het is ongelooflijk. Ik vind het een positieve reading. Maar het lijkt alsof het niet positief is, omdat het te maken heeft met een soort... Het lijkt commentaar, hè? Het lijkt kritiek, alsof de kaarten jou willen laten zien dat je eigenlijk een ijskoning bent of een ijskoningin. Of hoe zeg je dat? Een ijskonijn. Nee, dat is het niet. Het heeft met name te maken naar jezelf toe. Laat dat masker maar vallen. Laat dat masker maar vallen, want je kunt dit niet je hele leven blijven doen. Het is een lastige maand. Het heeft allemaal te maken met de kou in de lucht, met ijspegels, met hard zijn. Nou, steenbok. Ja. Succes.